Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Vrijwilligers in Beeld. Vrijwilligerswerk is zeer belangrijk voor de regio Altena. In dit programma laten we vrijwilligers en hun werkzaamheden zien. Deze aflevering zijn we op bezoek bij Bibliotheek Cultuurpunt Altena in de Werf in Woudrichem. Hier treffen we Leonie Ome, die vrijwilligerswerk doet voor de bibliotheekvestiging in Hank. We zijn in de Werf in Woudrichem. Het is een nieuw gebouw eigenlijk. Ze hebben hier een verzameling van een aantal stichtingen. Dus waaronder Cultuurpunt Altena, waar ik dan zelf bij werk. En je hebt hier bijvoorbeeld het gemeentehuis, zit ook in het gebouw. Het is net nieuw, dus het is eigenlijk alles bij elkaar. Cultuurpunt Altena is een bibliotheek. Je hebt een aantal dingen die je eigenlijk kan doen. Ik ben nu zelf vrijwilliger, je kan ook gewoon werken. Je hebt boeken natuurlijk, maar er zijn ook een aantal evenementen die we organiseren. Dus bijvoorbeeld dichterspodium, dat is één keer in de maand. En dan is er een aantal een gastspreker die dan zijn gedichten voor komt dragen. Maar je kan ook zelf, als je daar dan bent, je gedichten voordragen als je dat leuk vindt. Wat doe je zelf binnen de bibliotheek? Ik doe de boeken uitlenen en innemen. We hebben natuurlijk de computers gewoon staan dat de mensen het zelf kunnen doen. Maar als er problemen zijn, dan kunnen ze ook bij mij terecht bij de balie. Dus ik kan boeken opzoeken of dat ze een boek willen reserveren, is dat ook mogelijk. Ik zet de boeken terug in de kast en kan ze ook weer uithalen als ze dan zoeken. En ik doe het interieur, omdat het ook bij mijn opleiding hoort. Dus ik mag de inrichting doen. Waarom ben je vrijwilligerswerk gaan doen? Dat ligt ook een beetje aan mijn opleiding. Ik doe docent beeldende kunst. En ik wilde eigenlijk heel graag iets doen wat bij mijn opleiding in paste. En ook dan iets was wat ik zelf heel leuk vind. Ik ben echt verzot op boeken. Dus dat was voor mij dan weer een heel erg pluspunt. En zo kon ik ook een beetje mijn netwerk uitbreiden. Ja, dat is voor mijn school heel belangrijk, maar ik vind het zelf ook gewoon heel leuk. Ik hou heel erg van boeken, dus ik wilde eigenlijk ook wel dat de bib bleef bestaan. Het draait bij ons echt eigenlijk alleen maar op vrijwilligers. Er zijn geen mensen meer die echt een baan hebben bij ons. Dus als ik er niet zou zijn, dan zou er op vrijdagavond bijvoorbeeld al iemand zijn. Dus ik vind het wel heel belangrijk dat het blijft bestaan. Ook gewoon voor de kinderen. Van de scholen komen ze elke dag wel één klas. Van Bolderik aan de ene kant. Maar we hebben natuurlijk ook nog andere scholen. Dus het is gewoon wel belangrijk dat die blijft bestaan. Als mensen ook vrijwilliger willen worden, waar kunnen ze dan terecht? Je hebt op de website cultuur.altena.nl heb je een knopje vrijwilliger. En als je daarop drukt kun je je cv insturen en je motivatie. En dan krijg je een mailtje terug wanneer dat je kan komen. Welke vestiging dat je leuk vindt. Je hebt niet alleen Hank en Woudrichem, maar ook een aantal andere vestigingen.